We moeten deze natuurlijk bewaren. Dit is natuurlijk wel echt. Ja, die moet ik zo lang mogelijk achter de hand hebben. Als ik die te vroeg inzet, dat is natuurlijk veel te zonde. Ik wil wel even een stukje, even een paar keer afspelen, zo'n mooi stukje. Achteraf heb ik wel gezien dat mensen me inderdaad hebben proberen contact te hebben. Tenminste één vrouw in het Engels. Dat kwam in overige berichten, dus daar kreeg ik geen melding van. Ja, zo zijn er een heleboel dingen hier al gezegd. Zoals deze zin die ik hier heb neergezet. Toen was ik gewoon nog met Chris aan het chatten. Toen had ik hem al een lijst met namen gegeven. Wat naar dat 5D-centrum. Al die andere gasten waarvan ik zei, let maar op, deze gaan komen. Toen heb ik ook Angelo genoemd. En toen had hij. Ja, ik kan wel wat stukjes vertellen, maar ik haal hem nog wel achter de hand. Dat zegt. Daarmee kan ik gewoon alles onderbouwen wat ik zeg. En alles. Nou, Chris snijdt zichzelf in de vingers door alles wat hij nu zegt. Deze video zullen velen misschien niet begrepen hebben, omdat ze niet. Dit was een uitzending. Dat ik echt dacht van. Chris, kom op man. Ik bedoel, ja, Inge die brengt hem naar voren, Chris. Deze is voor jou hoor. Dan zie je eigenlijk al de kop. Ze weet niet hoe ze zich moet gedragen. Maar Chris hier al, die antwoordt eigenlijk alsof hij niet met mij aan het chatten is. Daar komt het eigenlijk op neer. Waar? Tenminste, zo beantwoordt hij hem. En tegelijkertijd ook weer wel. Als ik die chat drop, dan kan je gewoon zien. Hier al vertrouwt hij Inge niet, maar speelt hij het spelletje mee. Nou, zolang het maar naar zijn wensen gaat en hij niet het idee heeft dat hij lastig gevallen wordt, dan zal hij ermee door blijven gaan. Ja, nu alles bij elkaar, hoort dit natuurlijk gewoon ook bij elkaar. Hij is maar 47 keer bekeken. En wat mensen die zitten als schaapjes, lopen ze erachteraan. En ik ben mezelf niet aan het promoten of zo, hè. Ik maak gewoon een StreamYard filmpje of op mijn telefoon. Het komt op YouTube en op mijn Facebook kanaal. Natuurlijk speel ik af en toe vals. Als Chris in één keer de hele e-maillijst naar mij toe stuurde, met allemaal schaapjes die hem volgen. En daarin zie je gewoon, daarin kan je echt zien. Sommigen hebben zo'n overduidelijk e-mailadres dat je meteen weet wie het is. Dus toen diegene zich opgaven bij Chris, daarmee weet hij natuurlijk al. En mensen die hem zelf toe, ja, e-mail hebben gestuurd, hij weet wie het is. En in die e-maillijst staan zoveel mensen.
die er eigenlijk niet, als mijn vriendin in die lijst zou staan, nadat ze weet precies hoe ik erover denk, of vrienden van mij, dan zou ik meteen dingen uitleggen. Dat is ook wel mooi, want hij heeft natuurlijk weer een nieuwe e-mail rondgestuurd. Niet naar mij, want hij heeft me nou uit die lijst gegooid. Maar een vriendin van me, die heb ook al 2 keer gevraagd of ze uit die lijst mocht. Ja, dat heeft hij niet gedaan, dus. Ja, die laat dat dan aan mij zien. Dan denk ik echt. Mensen die hebben de dingen maar niet door. Iedereen heeft ook gezien hoe die antwoord gaf op me. Want als je alles aan hebt met die StreamYard, dan gaat het allemaal zo langzaam. Maar dan moet ik het natuurlijk wel even voorlezen, want. Allereerst mijn welgemeende excuus, lieve mensen, dat ik vorige keer jullie allemaal per ongeluk niet in de BCC heb gezet en daarmee blijkbaar alle e-mailadressen meegestuurd heb. Ik heb hierop alle mensen verwijderd uit de lijst die verwijderd willen worden. Ja, niet dus. Dat anders. Mochten jullie wel geïnteresseerd zijn, de rest ga ik niet eens voorlezen. Het zijn gewoon. Het is bijna gek. Ik ga deze ook niet allemaal afspelen hoor. En ik denk dat die ook allemaal niet zo lang gaat duren. Ik wil wel een paar dingen zelf spelen om te laten zien. Maar ja, in die lijst zie je gewoon. In die lijst zitten dus allemaal mensen die meegaan op het spirituele pad van Chris. Met Chris' ontwaking mee. Op het allerbegin kon hij nog een beetje herkennen of zo dat hij me inderdaad. Hetzelfde aan het zeggen, aan het napraten was. Maar dan kan je typen wat je wil. 4 dagen, dan komt hij weer. Heeft hij weer een keer wat te vertellen. Dan is hij weer een week weg. Dan komt er weer een streamjaartje. Is hij weer een week weg. Heeft hij weer wat te zeggen. Dan heeft hij even tijd om met mij en met Sandra te streamen. Dan is hij weer een week weg. Als je die chat straks terugleest, en ik heb nou genoeg dingen al gezegd. Hij vertrouwt dingen voor geen meter. Dit, na een tijdje zit hij er toch weer naast. En is hij niet echt mij aan het overtuigen waarom ik dan in één keer dingen wel moet vertrouwen of zo. Maar het lijkt wel echt een bedrijf. Ze hebben nu Inge, die heeft natuurlijk ook de pagina veranderd. Naar de opstap. dat weet ik altijd. Ik wil het geen aandacht geven, maar. Inge die heeft mij een e-mail gestuurd. Dat het mijn verantwoordelijkheid is wat ik over haar zeg of denk. Dus ja, die neem ik. Ik bedoel, ik hoef alleen maar mijn waarheid te spreken en uit ervaring te spreken. Maar die e-maillijst, dat zit echt met mensen waarvan ik het niet verwacht had. Vrienden van vrienden die echt niks meer met het podium te maken willen hebben. Echt zo, als je die mensen daar al, die hem gevolgd hadden dan, in dat spirituele pad. Nou kijk, staat hij eigenlijk al meteen goed. Ja, die Eikema, die was echt helemaal fantastisch wat Chris deed en tips geven. Nou, haar heb ik gelukkig nog niet gezien, want ik was echt. Zij was wel iemand dat ik dacht, ik hoop dat jij echt bent. En misschien niet, maar het is in ieder geval, hoe ik het nu zie, niet blij aan het doen. Want jee, Chris is terug met de What the Fuck Show, dat heb ik eigenlijk al gemist. Want deze, Chris, er is meer om je heen dan je nu nog merkt. En dit is echt 1 opmerking maar van haar. Hè? Haar opmerkingen zijn zo vaak in beeld gebracht door Inge. Oh, wat was Chris geweldig. Oh, wat kon hij nog groeien. Oh, wat deed hij het goed. Oh, wat was hij. Dat gaat mij even niet om. Iedereen kan aan de beelden zien hoe fake het is. Ja, zoals ik al zeg, er reageren ook mensen waarvan ik het niet verwacht had.
En je ziet ook mensen, ja, gewoon, ik laat nu gewoon twee filmpjes zien en dan ga je gewoon zien mensen die reageren. Ik denk, ja, hebben we dan te maken met schapies? Hoort het echt gewoon bij hun? Is het een bedrijf of zo wat bezig is? Waarom? Ja, als een vriend van jou een video maar dingen uitlegt. Als jouw vriend zwart gemaakt wordt door een van hun, dan ga je het er niet gezellig voorbij lopen doen. Een heleboel mensen hebben mij teleurgesteld omdat ik zo hoog had zitten. Een heleboel mensen had ik in deze tijd nog twijfel. Dat ik dacht van, ben eigenlijk zo'n fan. En nou echt zo'n schapie, kan je niet zelf denken. Ja, de tips, de antwoorden die komen, maar het is echt om de chat bezig te houden of zo. Dus ja, haar bericht kwam ook echt veel in beeld. Allemaal heel erg spiritueel doen in die chat. Echt de mensen bezighouden. Als er. Zie je met, ik ga het laat ik zo wel even zien. De ene praat met dieren. De andere die kan foto's lezen. Dus dat is wel. Toen nog Cor nog ook leuk bij mij mocht doen, kwamen ze, comments die kwamen niet in beeld of even heel snel. En, op het moment dat ik hem verwijderd had, kwamen al zijn comments die kwamen in beeld. En, ja, sommige dingen heb ik zelfs het idee gehad dat ze me aan het afluisteren waren. En dan kan je denken, paranoia, maar dan denk je maar lekker die dingen. Dan zit je niet op dat hogere niveau, dan snap je niet dingen. Spelletjes worden niet zomaar gespeeld met mensen. En als er met jou geen spelletjes gespeeld worden, dan vorm je geen gevaar voor wat er speelt, voor het agenda wat nu bezig is. Agenda 201, dat is echt. 2030 is één bladzijde daarvan. Ik bedoel, mensen die wel gewoon al 10 of 20 jaar hun eigen esoterie onderzoek doen. Die zien nu al die mensen de conspiracies volgen. En ja, dat zijn allemaal dingen die toegeworpen worden. Waar een heleboel fouten in zitten. Een heleboel mensen die nu een filmpje plaatsen van een jaar of 2 jaar geleden, gebruiken gewoon beeldmateriaal, videootjes van mensen die 10, 20 jaar geleden een videootje hebben gemaakt. Het is echt, uiteindelijk is het zo makkelijk allemaal. Maar je moet de dingen wel willen zien en als je alleen maar als een schaapje dingen aan het volgen bent. Nou, dankjewel, lieve Arie. Dat wij een mooi duo zijn. En gefeliciteerd, Arie, trouwens. Op je WhatsApp. Nou, kijk dit nou, Chris. Meditatiemuziek. Chris, dat zou jij ook best kunnen. Nee, want ik vind het, dat vind ik dramatisch. Nou, misschien is dit wel een goeie. Rest in peace muziek. Zo aan het inpalen, maar zo leuk met de mannen doen. Want ja, hier dacht ik nog, kom op, Chris, hoger niveau. Zie je niet dat ze echt aan het inpalmen zijn? Echt alles wat je wil horen, dat krijg je te horen. Alles wat jij vindt dat niet zo is, dat vinden wij ook niet. En gewoon. Ja, nou laten we deze maar dicht.
Ik ben blij dat ik deze niet live toen had gekeken, dat ik er later erin gezet ben. Dit is zo, dit is de eerste keer dat ze elkaar zagen of zo. Alle twee zien ze er gewoon echt niet als hunzelf uit. Ze zijn alle twee zwaar ongemakkelijk. Ja, dan kom je hier bij deze en wie is er weer volop aan het rennen? Helemaal mee naar het spirituele. Echt allemaal tips en dingen geven. En, oh, wat was Chris dat goed aan het doen? Oh, maar je moet met bomen knuffelen, man, met je blote voeten. echt helemaal mee, hè, met alles. Ja, nu is hij weer de What the Fuck Show aan het doen. En je ziet gewoon mensen, die zijn hier gewoon ook weer aan het reageren. Nee, gaan we nog verder niet. Kinderslot. Wat goed, let op. Ga er even door. Als je ook gewoon kijkt wat er dan boven staat. 335 opmerkingen. Nou, ga er maar vanuit dat er 100 van haar tussen zitten. En die Eikma, die heeft er ook zeker 100. Nou, dat vullen ze dan aan. Dan weet je, deze zal er ook wel een stuk of 15 hebben gemaakt of zo. Arie Eikma, die zei al in de chat, die had hem 20 keer gedeeld. Dus ja, ik was het elke keer, dus dit zijn, dus, hij is gewoon een header. Met zijn vaste schapen, die hoenen ook achter hem aanlopen. En als hij wat de fuck podium doet, zijn ze alles met hem eens. Als hij het spirituele gaat doen, alles met hem eens. Al komen ze bij de what the fuck show, alles met hem eens. En als je een paar schaapjes hebt, als er dan een ander schaap voorbij loopt, die denkt, hey, dat zijn ook schapen. Dan gaan ze ertussen staan. En dan al deze schapen, die zijn allemaal dingen aan het roepen, bangerikken en egoïsten. En die schaap denkt, hé, hey, ik ben ook een schaap, ik vind inderdaad ook wel dat ze, hier een likeie. Laat ik ook een comment neerzetten. Nou, plaats ik ook een comment en er komt gewoon een likeie op. Wat? Mensen houden van de dingen die ik zeg, jee, nog meer mijn mening geven. Ja, als je er een paar zoals Ari, Bridget, die overal dus meegaan en de comment zetten, wordt er niet door echte mensen een comment gemaakt, want nu kunnen ze ook spirituele commentaar inzetten. En in die spirituele dingen kunnen ze ook zo praten, maar ze lullen met alles mee. En echt, als je, ik mag niks doen met die e-maillijst, behalve dan, ja, wat ik gedaan heb, dat was natuurlijk binnen de beugel, kan het. Want ik bedoel, ik heb niet, ben niet de e-maillijst, heb ik niet verspreid of zo. Ik heb hem gewoon beantwoord. Dat verspreiden was al gedaan. Dus in die zin heb ik niet echt iets slechts gedaan. Plus dat daartussen zitten allemaal mensen die wel vals licht volgen. En ja, dan ga ik toch wel vanuit dat er een paar mensen tussen zitten die denken van, what the fuck, Chris, dat spirituele. Elke keer zeggen, ik ga weg, dat aantje, dat is klaar en dat is all folks. En dat hou je een paar dagen vol en dan, ja, leuk als je dan de mensen, de externe wereld mist. Maar daar heb je toch wel met die e-maillijst een heel spiritueel gebeuren omheen gebouwd. Dat kon je toch gewoon laten groeien en je kon toch gewoon de interactie met hun hebben. Alles wat er nu in de What the Fuck Show gebeurt. Dat is hij nou weer heel erg laagdrempelig aan het doen. Hij is zich heel erg bewust, dus hij draagt heel veel karma van, ja, dat wat hij de mensen aandoet door dit te laten, gooi tv weg en dan laat Chris, die laat het je allemaal wel zien. Hij geeft elke keer een aanstoot van hoe hij vindt, hoe hij denkt, maar ook hoe jij moet denken. Dat wordt dan in de chat ook nog aangevuld door de mensen. Van je moet zo denken. Op het spirituele, dat is helemaal weg. Maar ook gewoon bij de mensen die het in de chat aan het volgen zijn. Ze willen geen schaapje zijn in die tv-wereld of zo. Maar gaan het internet op en gaan naar Control Opposition luisteren. En
ja, gaan echt mee daarin in plaats van dat ze met hunzelf bezig zijn. Iedereen die besef zou krijgen als die het kwaad gaat aanwijzen en er ook gewoon weg van blijft, ja, dan gaat het heel snel. Maar als mensen die zogenaamd spiritueel zijn, ja, dat ze erin getrapt zijn, mee met dat spirituele dan niet zien hoe ongemakkelijk dat gaat tussen Chris en Inge. Met alles wat bezig is, ook gewoon de dingen die ik zeg. En, ja, je kan het horen als je die video opnieuw afspeelt. Chris weet dat die man het napraat is, maar zie dat niet als, hey, daar wil ik dan mee resoneren en dan gaan we daar met z'n allen over praten, want ik heb zin in die externe dingen. Er zijn genoeg mensen waar hij maar een soort van de handdoek in de ring gegooid, omdat hij dacht, hey, allemaal nieuwe mensen wakker. En dat deed ik ook wel een beetje expres, want er zijn helemaal niet mensen wakker, extra wakker. Er is wel een nieuwe ronde controle opposition. Maar dat zijn ook, mensen zijn niet wakker, mensen zijn klaar met de regels. Er is niks spiritueels of wat dan ook. Misschien is hij echt gewoon nep, gelooft hij het allemaal niet. Dus denk ik, ja, laat maar. Dit is niet, kan beter aan het taantje gaan doen. Dat doet mij gewoon tenminste goed, want nu dat aan mijn ziel werken, dat is veel te zwaar met al die karma die hij draagt natuurlijk. Ja, erg jammer dat mensen dingen gewoon niet kunnen inzien of zo. Ja, niet met hunzelf bezig. Het is alles bij elkaar, het is het gewoon, ze verraden gewoon elkaar, het wordt steeds makkelijker om de dingen te herkennen. Het is wel gewoon een echt denk, ja, wie is een acteur en wie is er echt een dom schapie? Wie houdt er echt van goede tijden, slechte tijden, Big Brother, en is daarom alleen maar aan het kijken? Ja, dat sommige mensen zich echt als control opposition gedragen, maar gewoon helemaal gebrainfokt zijn of zo. Ik weet niet wat dat is. Ja. En dan denk ik, het begint er nou te lijken. Kijk, sommige dingen kun je weten. Maar dit begint erg op bewuste design te lijken. Bewuste. Het is zo'n verschil, totaal onbekwaam. Ongelooflijk. Ja, als je dit niet ziet, ben je echt niet wakker.